Het Centrum voor Nascholing in Suriname is gisteren begonnen met het trainen van leerkrachten uit de district Sipaliwini in ontwikkelingsgericht onderwijs, OGO. Het gaat om ongeveer 220 leerkrachten die aan de training meedoen. In gesprek met onze redactie zei directeur Algemeen Vormend Onderwijs, Sherida Salman Berggraaf, afgelopen vrijdag dat er van de nood een deug wordt gemaakt. Voorheen was dat niet het geval, maar nu de onderwijsvernieuwingen gaande zijn, dan waar wij de trainingen naar het binnenland zouden brengen, is nu het binnenland in de stad. En dan worden de mensen dus in de stad getraind. En om welke training gaat het precies? Het gaat om de trainingen ontwikkelingsgericht onderwijs en andere trainingen in het kader van de onderwijsvernieuwing. Het was de bedoeling dat de trainers op 14 en 15 maart de eerste groep scholen aan de Boven Suriname rivier zouden aandoen. Maar vanwege de hoge waterstand en de evacuatie van leerkrachten van een aantal scholen zijn de trainers niet meer afgereisd. De leerkrachten volgen alvast de eerste module van OGO, waarbij er wordt gewerkt op het tempo van de kinderen. Daarna komen er ook andere sessies, zoals rubriekstrainingen voor deze leerkrachtenteams. De eerste groep onderwijsgevenden zijn leerkrachten van OS Malobi, Johannes Arabi New Aurora, OS Ampu Matapu, OS Goyaba 1, OS Gonini Kriki Mofo, OS Bofukule en OS Godo.